Welkom op de HCK, ook wel hartkatheterisatiekamer genoemd, in de locatie Elisabeth Tweestede Ziekenhuis. Dit is eigenlijk het operatiecomplex van de afdeling cardiologie en hier vinden behandelingen plaats zoals een hartkatheterisatie, een dotterbehandeling, een pacemaker implantatie en ook een ICD implantatie. En vandaag ga ik jullie meenemen op de HCK. Elke patiënt die in aanmerking komt voor een geplande hartkatheterisatie, dotterbehandeling of pacemaker implantatie wordt allereerst gebeld door ons planbureau. Op de dag van de ingreep komt u binnen op de dagbehandeling op de 5e etage. Hier zult u worden ontvangen door een verpleegkundige die u meeneemt naar de patiëntenkamer. De verpleegkundige zal vragen aan uw naaste om plaats te nemen in de ontvangstruimte. Als u door de verpleegkundige wordt ontvangen, zal zij in de patiëntenkamer een aantal metingen bij u verrichten. Deze metingen bestaan onder andere uit de bloeddruk en het zuurstofgehalte. Verder zal zij ook een infuus prikken, noodzakelijk voor de behandeling op de hartkatheterisatiekamer. Als de verpleegkundige klaar is, zult u vaak nog even moeten wachten voordat u opgeroepen wordt voor de behandeling. Indien u erg gespannen bent, kunt u in deze wachttijd vragen om een rustgevend tabletje. Dit kan helpen om wat minder spanning te ervaren tijdens de procedure. Na de procedure komt u ook altijd weer terug op de dagbehandeling. Verder is het erg belangrijk dat u instructies die u van tevoren toegestuurd krijgt, opvolgt. Hierin staat of u nuchter moet zijn en of u uw bloedverdunners moet stoppen. Voordat we de HCK opkomen, kleden wij ons altijd om en dat betekent dat iedereen die op de HCK loopt altijd een blauw pak draagt. Tijdens de procedure werken we altijd steriel. Dit betekent dat we van tevoren onze handen wassen, een mondkapje dragen en over ons blauwe OK-pak nog een steriel schort dragen. Ja, hoort van mij meteen de uitslag dadelijk. Of we iets vinden en wat we daaraan zouden kunnen doen. Ja. Goed? En als we het is, gewoon zeggen. Ja. Oké. Okay. Als cardioloog doe ik de ingreep niet alleen. Ik word geholpen door minimaal drie hartkatheterisatielaboranten. En vaak is er ook een cardioloog en opleiding bij aanwezig. In principe vinden de meeste hartkatheterisaties en dotterbehandelingen plaats via de pols. Mocht de pols om een of andere reden niet toegankelijk zijn, dan wijken we soms uit naar de lies. Deze procedures zijn in principe precies hetzelfde, alleen de nabehandeling is iets anders. De huid wordt via een lokale verdoving verdoofd, waarna wij het bloedvat aanprikken met een kleine holle naald. Een beetje branden in de huid. Er komt nog een prikje, kan je nog even voelen. Via deze holle naald kunnen wij een voerdraadje het bloedvat invoeren. Via dit voerdraadje wordt een buisje geplaatst. Dit wordt een sheet genoemd. Ik kan een beetje gekriebel voelen in de arm. Nu komt er wat druk in de pols. Zo, dan zit het prikwerk erop. Wat u nu nog gaat voelen, komt een heel branderig gevoel in de arm. Dat is een medicijn dat we extra toedienen om het bloedvat wat te laten ontspannen. Dat kan een half minuut duren. Via deze sheet kunnen wij onze katheters opvoeren het bloedvatsysteem in. Dit is voor u pijnloos. U kunt wel een kriebelend en wat drukkend gevoel in het bloedvat voelen. Oké, okay. We gaan beginnen. Ja. Dus u kunt nu wat gekriebel voelen in de arm. Laat opvoeren. Zodra wij met onze katheter bij het hart aankomen, geven wij contrastmiddel in de bloedvaten van uw hart. Zodra wij het onderzoek hebben gedaan, kunnen wij meteen zien waar er vernauwingen in uw bloedvatsysteem zitten. We moeten nog één filmpje maken, maar de bloedvaten zien er keurig uit hoor. Dat is goed nieuws, hè? Ja, dat is goed nieuws. We zijn klaar, meneer. Dan krijgt hij weer zo'n strak bandje om. Dan halen we een buisje eruit. En je mag ze wel de elleboog steunen, meneer, niet op de hand. Na de ingreep gaat u weer terug naar de dagbehandeling waar u ook binnenkwam. Daar moet u een aantal uren rust houden en observeren de verpleegkundige of er geen complicaties optreden.